Goedenavond allemaal. Ik zal eerst heel ietsjes van mijn vrouw Anna en mij vertellen. Ten eerste zijn we hier vanavond niet naartoe komen rijden. Om jullie een... Hij zegt 24 uur zullen we ongeveer aanwezig zijn. Om jullie te entertainen of zo. Maar wij zijn hier naartoe gekomen omdat wij geloven dat de levende God een machtige God is. En mijn vrouw en ik hebben het voorrecht dat wij zijn het leiders-echtpaar van de gemeente. En best een toepasselijke naam, dat is One Life, heet die gemeente. En ons motto is echt One Life to Live. Dus dat is best wel grappig. Ik dacht ook dat ik daarom uitgenodigd was. Niet om de boodschap, maar hey, dat past mooi bij elkaar, je weet soms niet hoe het gaat. Maar ik heb erover nagedacht en ik had het er met mijn vrouw over en ik kreeg op mijn hart, ik moet hier naartoe gaan. En in onze gemeente zijn veel jonge mensen. En ik zie hier ook veel jonge mensen. En geef mij maar jonge mensen, maar jonge mensen, daar kan je nog iets mee. En dat klinkt misschien fout voor de iets ouderen onder ons. Want wij hebben in onze gemeente uiteraard ook ouderen waar wij ook nog wat mee kunnen. En ik weet, Henk Jan is ook iets ouder, zeg maar, als de leeftijdsgroep. En daar kan je ook nog steeds heel veel mee. Maar jonge mensen, dat is gaaf. Want als jonge mensen worden gepakt door het liefde van de Heer Jezus, door het evangelie, dan gaan zij radicaal veranderen. En dan krijgen zij een brandend hart en dan gaan ze ons, ik ben al 44, ik zie eruit als 24, dat weet ik, of 54, maar het is echt al 44. Maar dan nemen ze ons mee en ik word daar blij van. En dat wil ik ook aan iets ouderen boven de 30 zeggen. Word blij van jonge mensen die willen gaan voor Jezus. En oordeel niet, veroordeel niet, maar wijs elkaar op de liefde van Jezus. En Jezus wil een groot werk doen. Nou, wij zijn dus van One Life in Friezenveen. En ik dacht, Heer, waar moet ik over spreken? Het gaat zo vaak over, kijk, ik heb een thema natuurlijk gekregen, rein zijn van binnenuit. Maar daar wordt heel vaak over gesproken. Rein zijn, je mag dit niet meer, je mag dat niet meer, je mag niet meer zus. En dit moet je opruimen en dit moet je wegdoen. En voor alles en nog. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik ben bang dat ik daar niet meer doordring. Ik geloof ook dat het iets anders functioneert. Als we werkelijk een rein leven, met onze Heer Jezus willen leven, dan zullen wij moeten weten ten eerste wie Jezus wel niet is. Hoe ongekend groot en bijzonder Hij is. Hoe ongekend God zijn liefde is van alles en nog wat. Dan moeten wij ook weten of wij wedergeboren zijn in ons leven. Dat is belangrijk. Zijn wij wedergeboren? Wat heb je aan een leven wat rein is? En je hoort niet bij de club bij Jezus bij. Dat is niks. Alles wat wij doen zonder Jezus zal verbrand worden op die dag dat wij de Heer gaan ontmoeten. Dus dat is niks. Dus wij moeten leven met een besef van wat wij doen dat het eeuwigheidswaarde heeft. En dat komt pas wanneer we de Heer Jezus leren kennen. Dus wij moeten dus ten eerste weten wie God is. Wie is Jezus? Wie zijn wij? En als wij wedergeboren zijn, wie zijn wij dan? Wat is onze positie in Jezus? En wat is onze nieuwe identiteit? Dus dat stukje van rein, daar kom ik aan het einde van deze boodschap, denk ik. Maar ik heb het voorrecht dat ik morgen vroeg ook weer mag. Ik weet niet of jullie daar heel blij van worden. Maar daar gaan we achterkomen. Maar morgen vroeg mag ik weer en dan ga ik daarmee verder. Want dan kan ik het meteen ook op aansluiten op van, hey, hoe doen we dat in onze vriendengroep? Moeten we de afstand nemen of mogen we daarin leven? Dat is het thema wie ik ook kreeg. Nou, ik wil beginnen met de grootheid van God. Ik heb een poosje geleden een Bijbelstudie gegeven over de grootheid van God. Nou, wij weten, God is eeuwig. Hij is altijd geweest. En Hij zal er ook altijd zijn. Toen ik daarover na ging denken, dat Hij eeuwig is, Hij is zonder begin, zonder einde. En Hij is er altijd. Toen begon het mij al ietsje te duizelen, zeg maar. Ik heb een paar dingen daarover opgeschreven, over de grote dingen van God. Hij heeft bijvoorbeeld een karaktereigenschap, dat is oneindigheid. Oneindig. God is oneindig. Er komt geen einde aan God. En aan niks van God. De Bijbel zegt ook, God is liefde. Zijn liefde, dat is wel gaaf. Al die eigenschappen van God, die werken weer samen met elkaar. Dus zijn liefde is ook oneindig. Zijn liefde komt geen einde aan. Als wij de eigenschap van God gaan zien van trouw.
Aan zijn trouw komt geen einde aan. Misschien ben jij hier en kijk je naar je leven en leef je onder veroordeling. Denk je, nee, wat ik in mijn leven heb uitgesproken, dat kan nooit weer goedkomen met die oneindig grote God. Maar hij is ook barmhartig en hij is genadig, zegt de Bijbel. Hij is oneindig barmhartig, oneindig genadig. Dus kan het goedkomen voor jou? Misschien is dit al genoeg voor jou vandaag, om je hart aan Jezus te geven. Hij is in alles, alles oneindig. Hij is ook rechtvaardig en hij is alwetend. Ik ben over alwetend ben ik over na gaan denken. Toen ik ging denken over alwetend, toen ik daar echt over nadacht, toen dacht ik, hij weet dus alles, maar dan ook echt alles. Van mijn leven, van jouw leven, van wat er nog gaat komen. Hij is een God die alles gemaakt heeft. Hij heeft de tijd geschapen. Hij staat zelf buiten de tijd. Maar hij weet wat er gisteren was. Hij weet wat morgen komt, omdat hij buiten de tijd staat. Hij is alwetend. Hij weet alles. Er is hem nog nooit iets overkomen. Van, oh, dat zag ik niet aankomen. Want hij weet alles. Als wij werkelijk gaan denken en gaan zien wie oneindig groot deze God is. Ik ga een paar versen uit de Bijbel erbij lezen. Ik begin in Job. Een paar versen. Job staat voor Psalmen. En een paar versen uit Job 38. Vanaf vers 7. Ik lees eerst vers 7. Daar staat... Ik zal even wachten. Als deze trein één keer gaat, zeg maar... Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Dat vind ik al een machtige tekst. Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Kijk, als wij erover nadenken dat God alles geschapen heeft en dat hij sprak en het is er. En zo heeft hij het heelal ook gemaakt. Ik weet niet hoe enorm veel sterrenstelsels, miljarden sterren in miljarden sterrenstelsels, van alles en nog wat. En zij aanbidden God. Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten. Toen denk ik al, wat een machtige tekst. En dan deze tekst in vers 19. Daar zegt, God is in gesprek met hem, met Job. En dan staat er, dan zegt hij, waarin is de weg waar het licht woont? Ga erover nadenken. Waarin is de weg waar het licht woont? En de duisternis, waar is zijn woonplaats? Hier ga je proeven, God weet alles en wij weten niks. Wij zijn niks, wij zijn zo oneindig klein. Dan staat er de volgende tekst. Zodat u die naar zijn gebied kunt brengen. Dus waarin is de weg waar het licht woont? En de duisternis, waar is zijn woonplaats? Zodat u die naar zijn gebied kunt brengen. En dat u de paden naar zijn huis kunt opmerken. Als wij ons dit laten doordringen, dan komt er iets van, wie is God? Wie is deze grote God? Dan ga ik verder in vers 22. Bent u gekomen bij de schatkamers van de sneeuw? Waar zijn de schatkamers van de sneeuw? God heeft het gemaakt. Het is ergens, maar niemand van ons weet waar of hoe het zit. Hebt u de schatkamers van de hagel gezien? Heb je de schatkamers van de hagel gezien? Ik hoop dat we iets gaan proeven wie deze God is. In vers 24 staat, waarin is de weg waar het licht zich verdeelt? Dat is moeilijk, hè? Waarin is de weg waar het licht zich verdeelt? En de oostenwind zich verspreidt over de aarde. Hoe gaat dat met die wind? Waar komt die wind vandaan? Vers 31. Kunt u de banden van het zevengesternte vastbinden? Of de ketenen van de Orion losmaken? Dan zijn allemaal sterren bij elkaar. Kunt u de Mazarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd? En kunt u de wagen met zijn kinderen leiden? Dat is wat God zegt tegen Job. Wie is deze God? Hij heeft alles in zijn hand. En dit vind ik ook een hele geweldige in vers 34. Of vers 35 staat, maar ik lees eerst vers 34. Kunt u uw stem tot de wolken verheffen, zodat een overvloed van water u overdekt? Kun jij zeggen, nou ga nu maar regenen in Zuid-Afrika, want het is daar droog? Maar de Heere zegt en het gaat. Dit is mijn God. Kunt u, deze vind ik altijd heel gaaf. Kunt u bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan? En tegen u zeggen, zie, hier zijn wij. God zegt dat tegen Job. Hij zegt tegen Job, kun jij net als mij tegen de bliksem zeggen, kom hier. En hem sturen waar hij wil. Snap je? Ik hoop dat we iets gaan proeven wie God is.
God is, ik vind het zo'n machtige tekst. Hij zegt gewoon tegen de bliksem, kom hier en ga daar. Wie weet er hoeveel onweersbuien er gemiddeld per dag op de aarde zijn. Per dag. 16.000 onweersbuien per dag op de aarde. En weet wat die doen? Die zorgen dat het zuurstofniveau op deze wereld intact blijft, dat wij mensen kunnen leven. Er zijn er een paar die denken dat ze met een beetje auto's terugdringen, CO2, de boel hier in leven kunnen houden, zeg maar. Maar het is mijn God wie het in leven houdt. 16.000 onweersbuien per dag, zodat het zuurstofniveau hier op aarde goed is. Wie is God? Wie is God? We gaan naar Jesaja 40. Oh, ik hou van deze God. Als wij gaan zien wie deze God is en hoe goed hij is. Jesaja 40. Vanaf vers 12. Een paar versen. Vanaf vers 12. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? De holte van de hand. Probeer het maar eens. Weet je hoeveel water je in de holte van je hand kan krijgen? Net een eetlepel, een soeplepel vol. En dan ben je er, meer niet. En daar mat hij het water mee wat hij op de aarde in de zeeën overal heeft gedaan. Wie is deze God? Hoe groot is God? Of van de hemel met een span de maat genomen. Dit is een span. De hemel, alles wat hij gemaakt heeft, dat heeft hij op deze manier opgemeten. Zo. Doe maar zoveel span, ik zeg maar iets. En het was er, snap je? Hij sprak en het was er. Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat. Hebben jullie wel eens in de zon gekeken? Dat er stof voorbij komt in het licht, achter een raam. Het stof op de aarde heeft hij gemeten met een maatbeker. Zoals wij, er is vandaag pannenkoeken gebakken. Ik geloof niet dat ze helemaal zelf zijn gemaakt. Maar als we het zelf zouden doen, zeg maar. Dat doen we met een maatbeker, de meel en de melk en alles en wat. Zo heeft hij dat hier gewoon gemaakt op aarde. Dit is God. Of de bergen gewogen in een wagen. Of de heuvels op een weegschaal. En zo gaat het maar verder, gaat het maar verder, gaat het maar verder. Dan denk ik, als ik aan vers 15 zie, dan staat er. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Dus de volkeren die op de aarde zijn. Ik ga een heel gek voorbeeld doen. En God zou met een emmer vol water langslopen. En iemand zou er met een pipetje een druppel in laten vallen. Zou hij dat vernemen? Zou hij verschil vernemen? Ik denk het niet. Want met een pipetje een druppel water bij die emmer vol water in wordt gegooid. Ik denk niet dat hij verschil neemt. Ja? Maar hele volkeren zijn voor God als dat. Snap je? Hele volkeren op aarde. Het kost hem geen energie. Het kost hem helemaal niets. Hij loopt daar zo mee weg. God is ongekend groot, ongekend sterk, ongekend oneindig, hebben we het over gehad. En dan staat er, als een stofje op de weegschaal. Dus precies zoals een stofje op de weegschaal. Komt die weegschaal in beweging? Als hele volkeren druk worden, dan is dat voor God alsof er een stofje op de weegschaal komt. En drukker wordt hij er niet van. God is groot, ongekend. Er staat in de Bijbel, dat dus hele volkeren, hele landen als stofjes voor de weegschaal zijn. Dus als ik daarna ga kijken, als ik ga kijken, weer voor het raam, en ik zie de stof voorbij komen, en het dwarrelt allemaal mooi zo in de zon ligt naar beneden, en ik blaas, dan is het weer alle kanten op aan, of niet? Maar dat is wie God is tegenover hele volkeren. En als ik dan ga kijken, wie is God tegenover mij? Wie ben ik tegenover deze God? Vertel mij. Wie ben ik tegenover deze God? De Bijbel zegt dat ik ben helemaal niks tegenover deze God, of niet? Wat kan ik doen? Wie kan mij vertellen wat ik kan doen om deze God te behagen? Om iets te doen dat hij zegt, super, ongekend wat jij gedaan hebt. Snap je? Dat kan niet, want hij is alles in alles en ongekend groot. En er loopt hem nooit iets uit de hand. Hij weet alles. We hebben een bijzonder grote God. En deze God, die is mens geworden.
En die heeft zijn leven gegeven voor jou en voor mij. Dat is groot, hè? Als je echt over na gaat denken dat deze God alles heeft afgelegd, alle aanbidding, alle lofprijs, alles wat er maar was in de hemel heeft hij afgelegd om mens te worden. Dat is onvoorstelbaar, daar gaan we straks mee verder. Deze God is zo oneindig groot, het is niet te geloven. Maar deze God doet alles met een doel. Hij doet alles met een doel. Hij heeft nog nooit iets gedaan zonder een doel. En ik wil terug, ik heb vanmorgen een stukje geluisterd van de boodschap van Arjan. En Arjan die sprak uit Jeremia 6. En wat ik heel gaaf vond in Jeremia 1, ik weet niet of iemand Jeremia 1 uit zijn hoofd kent. Ik zal een paar versen daarvan lezen. Vanaf vers 4. Hier zie je dat God altijd alles doet. Hou vast hoe groot God is. Wie deze God is. En hou ook vast wie jij tegenover deze God bent. Jij kan hem niet behagen. Helemaal niks kan je voor doen. Alleen door het offer van zijn zoon te aanvaarden. Dan kan je hem behagen. Dan wordt hij blij. Maar verder kun je niks. Er staat in Jeremia 1 vanaf vers 4. Het woord van de Heere kwam tot mij. Dat zegt Jeremia. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Dat was het woord wat tot hem kwam. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Dus hier zie je, bij mij staat er ook boven, dat vers 4, de roeping van Jeremia. Hier zie je, God doet altijd iets met een bedoeling, met een plan. Achter alles zit een plan. Dus hier heeft hij Jeremia gemaakt. En hij vertelt tegen Jeremia, het woord van de Heer kwam tot mij, zegt Jeremia. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Dus God had een plan met Jeremia. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Heb ik je apart gezet, zegt God. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Dus hier zie je, God had een plan met Jeremia. Jeremia is geboren. En God zegt, en voor de tijd had ik je al apart gezet, want ik wilde dat jij een profeet zou worden. Of niet? Dit staat er. Ik kan er niet meer anders vragen. Dan gaat het verder. Toen zei ik, Jeremia, ach Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Hij denkt, ik profeet, dat wordt niks. Ik kan niet spreken. Snap je? Ik snap volledig wat hij hier zegt. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. En dan komt er een machtige tekst achteraan. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. We zien hier, Jeremia is waarschijnlijk nog maar net 18 jaar. Dat was een jonge kerel. Hè? Van jonge mensen, jonge kerel. Dat is dezelfde leeftijdscategorie vanaf 17 tot 30, wat jullie ook zijn. Wat zien wij hier? God die heeft Jeremia gemaakt omdat hij een plan met hem had, dat hij profeet moest worden. Of niet? Nou, we hebben net gezien hoe oneindig groot God is. En dat hij nooit iets misgaat. Dus dat jij hier op deze aarde rondloopt, dat kan maar om één reden zijn, omdat God daar een doel mee heeft, of niet? Anders was je hier niet. Alles wat God maakt, heeft een doel. Ieder mens wat God geschapen heeft, heeft een doel. Ieder ding die God doet, heeft een doel. En dat jij hier bent, dat is het doel, dat is de wil van God. Want hij heeft een doel, een plan met jouw leven. One life to live. Een plan om te leven. Nou, als wij dan gaan zien dat God altijd op die manier werkt. Dat God altijd met een plan werkt. Hij heeft altijd een doel met iets. Ja? En nu gaan we op een puntje komen. Wat ik belangrijk vind. Dan gaat het een stukje over de uitverkiezing. Als wij gaan kijken. Ik ga jullie proberen uit te leggen hoe ik de uitverkiezing in de Bijbel lees. Ja? Hier zien wij dus God had een plan met iemand. Die zorgt dat die komt. En dan gaat dat plan gaat gebeuren. Als die persoon erin meewerkt. Of niet? Nou, als wij kijken naar Petrus. Petrus wat op een gegeven moment, na de kruisiging, na de uitstorting van de Heilige Geest, was hij vol van de Geest. En Petrus die bracht het evangelie eerst aan de Joden,
Toen kreeg hij in Handelingen 10 kreeg hij een visioen. En van daaruit mocht hij inderdaad ook aan de heidenen brengen, of niet? God had hem uitverkoren om de boodschap ook naar de heidenen te brengen, of niet? Zo kwam Paulus. Paulus werd stilgezet. En God had hem uitverkoren om de boodschap ook naar de heidenen te brengen, of niet? God kiest mensen. En die heeft hij als het ware uitverkoren om iets te gaan doen. Zo heeft ook God zijn zoon, de Heer Jezus, gekozen om het grootste werk dat ooit gebeuren moest te doen. Kijk, heel veel mensen die uit de uitverkiezingsachtergrond komen. Ik ken dat. Mijn vrouw komt uit de gereformeerde gemeente in Nederland. Daarom ben ik ooit stilgezet en heb ik de Heer Jezus mogen leren kennen. Ik weet hoe daar vaak wordt gezegd. Er is vaak met mij gecommuniceerd. Er is uitverkoren volk, die heeft God uitverkoren en die zullen gered worden. Maar de hele Bijbel die spreekt nergens over een uitverkoren volk. Als de Bijbel over een uitverkoren volk spreekt, dan spreekt de Bijbel altijd over het volk Israël. Hij spreekt verder nergens over een uitverkoren volk. Hij spreekt altijd over het volk Israël. Wat verwachten de Joden? Wat verwachten de Joden? Verwachten zij een uitverkoren volk? Of verwachten zij een gezalfde? De Messias? Zeg maar de Christus? Wie het grootste werk wat gebeuren moest? De prijs van de zonde van ons leven te betalen. Verwachten zij die? Verwachten zij een uitverkoren volk? Of verwachten zij de gezalfde van God? Jesaja 9 vers 5. Er staat een geweldige tekst. Is ook altijd een bekende tekst met kerst. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Dus wat verwachten zij? Zij verwachten een Messias. Iemand wie het zou gaan doen. En de Heer Jezus was de uitverkorene van God om de prijs van ons leven te betalen. En dat was ook echt zo. Dat was ook echt zo. Als wij de Bijbel verder doorgaan, dan komen we op een gegeven moment bij Lucas 23. In Lucas 23, en dat gaat over de kruisiging van de Heer Jezus. Dat is het moment wanneer de Heer Jezus geoordeeld wordt, wanneer hij aan het kruis wordt geslagen. En dat is een machtige tekst, die moeten wij erbij lezen. Lucas 23, mijn hoofdvers 34. Ja, vers 34 en 35. Dit is met de kruisiging. Dan hangt hij daar aan het kruis. En dan staat er, en Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken en met hem beschimpten ook hun leiders hem. En zij zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. Zien we dat? Zien we dat Jezus de uitverkorene van God is? Jezus is de uitverkiezing. Jezus is de uitverkiezing. Jezus is de uitverkorene van God. Hij moest het doen. Hij moest de prijs betalen. En dat heeft hij gedaan. Of niet? Hij is aan het kruis gegaan. Hij heeft zijn leven afgelegd. En hij is na tijd opgestaan. Hij heeft de prijs betaald van ieder mens op de wereld, zegt de Bijbel. Alleen niet ieder mens heeft er deel aan, omdat iedereen niet opnieuw geboren is, hem heeft leren kennen. Maar de prijs is betaald, dus de uitverkiezing is Jezus. Johannes 1 zegt, alles is in Jezus en buiten Jezus is er niks. Alles gaat om Jezus. Buiten Jezus is er geen leven, buiten Jezus is er niks. Helemaal nul. Maar in Jezus is het leven, zegt de Bijbel. En dan zegt de Bijbel in Johannes 1 vers 12, ik vermooi, Arjan zei gisteren, 1 in 2, daar had je levens mee. Maar hij vergat er denk ik achteraan te zeggen, Johannes 1 vers 12, dat is 1 in 2, daar staat, wie dit evangelie aanneemt, die zal hij de macht geven een kind van God te worden.
Dat is een wonderlijke tekst, hè? Wie dit evangelie aanneemt, dus als jij het aanneemt, vanavond het evangelie van de gekruisigde Jezus aanneemt, dan zal God jou de macht geven om een kind van God te worden. Volledig Godswerk. Als we kijken wat in 1 Johannes 5 staat, dat wordt een klein beetje bijbelstudieachtig, maar dat is belangrijk in het begin. In 1 Johannes 5, vanaf vers 10... daar staat, wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, dus niet, wie niet het getuigenis van God gelooft, heeft hem God tot leugenaar gemaakt. Waarom? Omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dan komt het getuigenis. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Dus wat staat hier? God heeft de hele mensheid het eeuwige leven gegeven. Hij zegt alleen bij, maar dit leven, dat is in mijn Zoon. Dat is in mijn Zoon. Dat is wat hier staat. En dan gaat hij verder en staat er, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Nou, wat is er gebeurd? Toen wij, begin anders, met Adam en Eva in het paradijs. Ik heb lang gedacht dat er een fout in de Bijbel stond. Ik denk, iets klopt daar niet. Want God had tegen hen gezegd, je mag overal van genieten. En je mag alles doen wat je wil. Je mag overal van eten wat je wil. Maar als je van de boom van kennis van goed en kwaad eet, dan zul jij, die dag staat er, de dood sterven. Nou, en toen Adam en Eva ervan gegeten hadden, toen kwam God in de avondkoelte en die zegt, Adam, Eva, waar ben jij? En hij zocht ze op. Op een gegeven moment vindt hij ze, ze hadden zich verstopt. Maar toen dacht ik, hé, er staat een fout in de Bijbel. Want toen stuurde God hen uit het paradijs. En wie weet hoe oud Adam nog is geworden? 930 jaar oud. Dus hij heeft best wel een streepje doorgeleefd, zie dat? Dus ik denk, hier klopt iets niet in de Bijbel. God had gezegd, op die dag zul jij de dood sterven. Dat gebeurde niet, want Adam leefde nog 930 jaar door. En toen kwam ik erachter, hij is inderdaad gestorven. Hij ging geestelijk dood. De mens is geest, ziel en lichaam. En hij ging geestelijk dood. Zijn geest ging dood. En dat kunnen wij ook zien. Want hij was de connectie, de lijn met de Heer, met God, was die kwijt. Hij kende God niet meer, hij wist niet meer wie God was. Want, dat kunnen wij zien, want hij verstopte zich voor God. Maar als hij een dag tevoor had hij zich nooit voor God verstopt, want hij wist, God weet alles. Snap je? Dus hij is geestelijk doodgegaan. Dus wat moet er gebeuren? Daarom zegt Johannes 3, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, tenzij jij opnieuw geboren wordt, anders zul je het koninkrijk van God niet zien. Hoe kan dit gebeuren? Wat is er opnieuw geboren worden? Het is dit. De Heer Jezus is de uitverkorene van God. En de Bijbel zegt, wie in hem is, die is uitverkoren. Wie niet in hem is, is niet uitverkoren, staat er buiten. En zo gaat die boodschap naar de hele wereld. Die boodschap gaat naar de wereld. En God zegt in zijn woord, wie wil die komt en neemt het water des levens voor niets. Want de prijs is betaald, alle dingen zijn gereed. En is vanavond ook voor jou. Alle dingen zijn gereed. Dit is de Heer Jezus. En als jij komt, zegt de Bijbel, dan word jij in hem geplaatst. En hij komt met zijn geest in jou en maakt jouw geest met hem levend. Dus ik in Jezus en hij in mij. En omdat ik in Jezus ben en Jezus uitverkoren is en ik in hem ben, ben ik het ook. Vatten wij het? Omdat hij uitverkoren is en ik in hem kom, en hij in mij, wij in elkaar, dan ben ik ook uitverkoren, omdat hij het is. En daarom zegt de Bijbel ook heel eenvoudig, ja. Als jij niet later in die hemel komt op die dag, dan heb je niet gewild. Want alle dingen waren gereed. Nu klopt die Bijbel ook. Als dat een volkje zou zijn dat God wel en niet zou zeggen, waar is dan zijn rechtvaardigheid? Hij is rechtvaardig, hij heeft geen verschil in mensen. En deze God heeft alles gedaan. We hebben gezien hoe groot hij is. We hebben gezien wie wij zijn. En we hebben ook gezien, hoe kunnen wij deze God behagen? Ja, we kunnen hem wel behagen. Hoe kunnen wij hem behagen? Door het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus.
het bloed van zijn zoon op de juiste waarde te schatten. Door het op de juiste waarde te schatten. Hoe doen wij dat? Heel eenvoudig, door te zeggen: Heer, ik heb gezien wat u voor mij gedaan hebt. Ik zelf heb er een puinzooi van. Ik weet, ik kan u nooit weer behagen. Maar ik dank u en ik prijs u, Jezus, dat u ook voor mij betaald hebt. Kom in mijn leven. Maak mij nieuw. Kom in mijn leven, Heer Jezus. En als jij dat vandaag doet, hem aanneemt, zegt de Bijbel. Ik weet, er zijn heel veel van jullie kring misschien een raar woord. Misschien moet ik zeggen, je aan hem toevertrouwen. Of hem ontvangen in jouw leven. Het maakt me niet uit hoe ik het moet noemen. Het is heel eenvoudig. De Bijbel zegt, wie wil, die komt. Hij gaat nog verder. Hij zegt, zie, ik klop aan de deur. En wie de deur opent, niet, ik kom dan misschien, want jij bent een beetje vreemd bij jou binnen. Dus moet even over nadenken. Nee, daar staat, daar zal ik binnenkomen. We hebben gezien, God staat buiten de tijd. Hij staat buiten de tijd. Hij zegt, ik ben. Hij is gisteren, vandaag en morgen altijd dezelfde. Bij ons gaat het altijd over, ja, gisteren is het, ja, dat moet ik afsluiten. En dat komt, dat moet nog allemaal geregeld hebben en dan, snap je? Maar bij God is het nu. En hij zegt, Heere, wanneer gij mijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Als jij voelt in jouw hart dat deze Jezus jou roept, en als je ziet, inderdaad, dat is de uitverkiezing. Dit is Jezus, hij is de uitverkorene van God. En wie wil, die komt. Vanavond ook met het eten. Iemand, laatste stukje de Bijbel. Johannes 3. Met, we kunnen het lezen. Ik dacht, ja, dit past zo bij dit. Ik dacht, dank u Heer. Heb ik in ieder geval een aanwijzing dat ik wat benoem vandaag, wat erbij hoort. En zoals de slang in de woestijn verhoogd, over Johannes 3 vanaf vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Hij is al lang gegeven. De prijs is al lang betaald. Alle dingen zijn gereed. De Bijbel zegt, ik heb er geen behagen in dat de zondaar verloren gaat, maar dat hij zich bekeren en leven. Dat is mijn God. Mijn God is een God van leven. En hij heeft een plan voor jouw leven. One life to live. Het is niet toen jij geboren was, dat er 15 engelen bij elkaar zaten en die zeiden, oh man, daar waren we totaal niet op gerekend op die. Wat moeten we daarmee? Oh echt joh, als je wist hoe ver zijn liefde gaat. Hij wil dat jij hier bent. En hij wil een levende relatie met jou. En misschien zeg je, ik ervaar hem niet, ik voel hem niet. Dat kan. Daar kunnen we straks voor gaan bidden, daar kunnen we verder praten. Het kan ook zijn dat je je hart niet aan hem hebt gegeven. Dat kan allemaal. Maar hij wil dat jij hier bent. Ik dacht er ook over na. Er zijn best veel mensen die hebben commentaar op mij. Als je een gemeente gaat bouwen, krijg je gewoon gezeur. Dan ben je die doorgeslagen evangeliepiloot. Dan ben je... Ik krijg van alles te horen. De Bijbel zegt wel iets dat een eervolle zaak is, hè? Om voor mijn koning te gaan. Maar toen dacht ik, ja, die 10 man, die 20 man, laat de 1000 zijn, maar gewoon voetbalstadion vol zijn wie commentaar op mij heeft. De hele hemel staat achter mij, snap je? Wie wil mij wat doen? Want ik ken Jezus, en hij is mijn, en ik ben zijn. Dat is mijn Jezus, snap je? En dan kan jij misschien in jouw leven denken, ja, maar ik, dikke, weet ik van wat, ja? Weg met die rotzooi. Nodig Jezus in je leven uit. Laat hem binnenkomen. De hele hemel staat achter jou, snap je? Oh, ik vind het zo machtig, hè? Toen de Heer Jezus 40 dagen de woestijn in ging, na zijn doop. Toen hij aangevallen door Satan, 40 dagen. Ga het maar nalezen, we gaan niet alle teksten erbij aan. Maar er staat er in het laatste, op het allerlaatste, wanneer Satan de zaak niet gered heeft, zeg maar, en vertrekt. Daar staat er, en engelen, die hadden ademloos toegekeken, zij kwamen en zij dienden hem. Ze brachten hem eten. Nou, ik zie dit gewoon voor mij. 40 dagen door de woestijn, hè? Denk hierover na. En die Satan valt Jezus aan. Hij valt hem aan. Iedere keer weer opnieuw. En Jezus blijft staande. Maar die hele hemel, die heeft ademloos toegekeken. Dit moet goed gaan, dit moet goed gaan, dit moet goed gaan, dit moet goed gaan. Dat is wat geweest, hoor. En toen hij ging, dan staat er, en engelen kwamen. Pff, en ze dienden hem.
hun Heer. Snap je? Jongens, hey, laten wij God zien als liefde. Oneindig veel liefde. Onze God is goed. Maar als hij niet goed was, had niemand van hier ons hier geweest vanavond. Als hij geen genade had, was hier niemand geweest. Het is mijn God, snap je? En de hele hemel staat achter hem. Als jij vandaag je hart aan Jezus geeft, dan mag je familie, je broer, je zus, iedereen mag commentaar hebben. Maar zeg, joh, de hele hemel staat achter mij. En er is feest in de hemel, omdat ik vandaag mijn hart aan Jezus heb gegeven. Ter verheerlijking van zijn naam. Alles gaat om de naam van Jezus. Ik blijf te lang bij stilstaan. We gaan verder. Als wij gaan zien, hè, dat deze Jezus kwam uit de hemel. Hij was het lievelingskind van God de Vader, zegt Spreuken 8. Gaan we maar lezen, Spreuken 8 vanaf vers 22 tot 36, machtig mooi gedeelte. Daar staat dat God, toen hij alles maakte en schiep, daar hebben het over gehad, zijn grootheid, hè, dat hij dat deed, terwijl zijn lievelingskind staat er letterlijk voor zijn aangezicht speelde. Die speelde daar, dat was Jezus. En die speelde constant voor zijn aangezicht. En dan staat er dat God zegt, dus hij zegt hier, doe daar maar bergen, doe daar maar een zee, doe daar maar zus, de berg iets hoger, de waterlijn iets terug. En zo werd het gemaakt. En dan speelde zijn lievelingskind, de Heer Jezus, voor zijn aangezicht. En dan zegt God, zegt, mijn bron van blijdschap, dat is hem. Dat is Jezus. Mijn bron van blijdschap is mijn lievelingskind. En omdat hij die blijdschap voor zijn aangezicht ziet. Zijn die al jonge lui die ouders zijn? Ik heb 4 kinderen. Ik geniet er geweldig van. Maar kom niet aan een van mijn kinderen, snap je? Die zijn van mij. Al doen ze alles verkeerd, zo vaak, dan geniet ik er nog van. Ik heb soms dat mijn vrouw tegen mij opbelde. Levi, die was in het begin wel eens ondeugend. Nu nooit meer, we hebben ze goed onder de duim. Maar in het begin belde mijn vrouw wel eens op. En dan zei die, belde mijn vrouw smiddags om 3 uur op. Ik weet niet meer wat ik ermee moet. Als jij vanavond thuis komt, bestraf hem. Nou. En dan kwam ik s'avonds thuis en er zat jochie in de hoek. En dan, papa! Ja, dan kan ik hem niet meer bestraffen, snap je? Dat is mijn, ja, ik kan niet zeggen lievelingskind. Ik heb er 4, maar dat was de eerste toe. Maar ik ben met allemaal even gek, hé. Maar ik bedoel, ik hoor met je brief, maar de Heer, God de Vader zat daar. En zijn lievelingskind speelde voor zijn aangezicht. Toen alles gemaakt werd. En dat was zijn bron van blijdschap. En dan zegt de Heer Jezus, zegt, maar mijn bron van blijdschap zijn de mensenkinderen. Dat ben jij en ik. Dat ben jij en ik. Wij zijn zijn bron van blijdschap. Daar wordt Jezus echt blij van. Als jij hier bent en je denkt, ja, maar voor mij wordt hij niet blij. Ja, jawel. Ja, echt wel. Jij bent ook een bron van blijdschap van Jezus. En daarom zei Jezus op die dag, Vader, ik zal gaan. Want de prijs moest betaald worden van het leven van jou en mij. En hij kwam. Hij kwam uit de hemel. Hij heeft alles afgelegd. Alle heerlijkheid was aan hem. Ik bedoel, de hele hemel, die aanbidt hem. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Alles zingt voor hem. Alles brengt hem de eer en de aanbidding. We hebben gezien wie Jezus was. En deze Jezus kwam. Hij liet alles achter zich. Hij legde alles af. Hij werd mens. En hij groeide op. En op een gegeven moment was die dag en toen sloegen ze maar een kruis. En als ik daar ook over nadenk, dat hij kwam uit de hemel, alles aflegde voor jou en mij, zichzelf aan het kruis liet slaan. En dat hij de toorn van God over de zonde van jou en mijn leven, werden op hem gelegd. En hij heeft die prijs betaald op die dag. En als ik daar nog verder kijk, dan staat er, en toen dat gebeurd was, toen is hij opgestaan en toen is hij naar de hemel gegaan en toen ging hij zitten aan de rechterhand van God de Vader, of niet? Dat zegt de Bijbel, hè? Maar als we terug gaan kijken dat God een drie-enige God is, dan was het God zelf. Ja? Wie gekomen is uit de hemel, wie zichzelf aan het vloek houdt, op Golgotha heeft laten slaan. Wie zijn eigen toorn over zichzelf heeft uitgestort. Voor jou en voor mij. En er staat dat de Heer Jezus uitroept, mijn God, waarom verlaat gij mij? Ja, God die trok zich terug. Maar ik denk dat zijn vader hart er wel bij was. Ik denk dat het hem pijn heeft gedaan.
Maar het moest, het kon niet anders, zodat jij en ik vrij kon worden. En toen is hij opgestaan. En toen is hij naar de hemel gegaan. En toen is hij gaan zitten aan de rechterhand van God de Vader. En nu komen we bij ons. Als jij je hart aan deze Jezus hebt gegeven. Hij was de uitverkorene. Dan ben je in hem geplaatst, zegt de Bijbel. En jij en hij in mij. Dit is ook echt zo, hè. Ik zal je even een paar versen voorlezen. Dat helder is. In Johannes 14. Johannes 14, vanaf vers 20, daar staat: op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Zie je dat? Weer opnieuw, voor mij heeft niemand het gezien. Op die dag zult u inzien, dat zegt de Heer Jezus, dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Zie je dat? Als we wedergeboren zijn, ik in hem, hij in mij. Zien we dat? Wie mij geboren heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Zien we hoe helder de Bijbel is? Hij komt in mij, ik in hem. Dus de uitverkiezing is de Heer Jezus. Hij is de uitverkorene van God, omdat ik hem aanvaard heb of ontvangen heb in mijn leven, of mijn geloof op hem gesteld, hoe je het ook wilt noemen. Maar het is een keuze. Het is een keuze. Ook al die mensen die heel heilig zeggen, ja, ik ben zo en zo geroepen, noem maar op. De Bijbel zegt, bekeer je geloof de evangelie. Iedereen is geroepen. Ja? Het is niks speciaals. Het is altijd de keus van jezelf bij. Je hart moet je aan Jezus geven. Je moet die keus maken. En als je die keus hebt gemaakt, word je in hem geplaatst en hij in jou. Maar als wij nu net gezien hebben, als jij die keus gemaakt hebt, ja, dan gaan wij zien wat onze positie is. Want ik heb net gezegd, de Heer Jezus is gekomen, alles afgelegd, aan het kruis geweest, opgestaan, en hij is weer gegaan en hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Of niet? Dat zegt de Bijbel. Als ik nu in hem ben, als ik nu in hem ben, waar ben ik dan? Waar ben ik dan? Aan de rechterhand van God de Vader. Dan ben ik in hem geplaatst en ik ben in hem en ik ben deel in zijn lichaam geworden en dat is mijn positie. Ik heb een bovennatuurlijk leven gekregen. Ik hoorde vanmorgen een stukje van Leander die wat zei. Daniel en de drie vrienden. Zij waren als het ware apart gezet, een volkje apart gezet in een Babylon, of niet? Daar hoor ik iets over. Dat is precies hetzelfde. Wij zijn apart gezet in de hemelse gewesten met Jezus Christus. Maar wij leven, lopen hier op de aarde nog rond in Babylon. Precies hetzelfde. Alleen als wij niet weten wie wij zijn in Jezus, waar onze positie is, gaan wij nooit vrij ergens van worden. Gaan we nooit vrij worden. Efeze 2, een paar versen. Vanaf vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, dat heeft hij bewezen door zijn zoon te geven, ook toen wij dood waren door de overtredingen, dus al voordat wij ons hart aan Jezus hadden gegeven, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Of niet? Staat er heel helder. Dus op het moment dat wij ons hart aan Jezus geven en we zijn wedergeboren, we ontvangen de Heilige Geest, we zijn in hem geplaatst, op dat moment zijn we hemelburgers geworden. Dan zijn wij een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Het oude is voorbij gegaan. Zie dan! Alles is nieuw geworden, zegt 2 Korinthe 5, vers 17. Die tekst kunnen we er ook bij halen. Maar dit is een machtig iets. Als wij gaan zien wie wij in Jezus zijn,
Laat ik een voorbeeldje geven. Ik ben best wel groot, maar als er een reus komt van 3 meter, dan begin ik ook te knikken in mijn knieën, zeg maar. Maar, als ik boven in een helikopter zit, en ik kijk naar beneden, en ik zie dat reusje, dan denk ik, ja, dat is ook niks, joh. Wegwezen. En dan vanuit de hemel, snap je? Daar vanuit de hemel. Als wij gaan zien wie wij in Jezus zijn, wat onze positie is, dan worden alle dingen klein. Dan worden de bergen in ons leven worden klein. Er zijn mensen die denken, ik kom nooit vrij van deze verslaving. Nee, jij zelf niet. Als jij hier als gewoon iemand door blijft shocken, nee, nooit. Maar als jij gaat pakken wie jij bent in Jezus, en dat er in hem geen verslaving is, dan ga je vrij worden. Dan ga je vrij worden, ik geloof dat. Nou, in Efeze 1, is dit te veel bijbelteksten? Is dit bij te houden? Kunnen we de lijn vasthouden een beetje? Ik doe straks wel een hele korte samenvatting van 3 kwartier of zo. Nee. En wat de alles, Efeze 1 vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht, Jezus, is aan ons die geloven. Dus als jij wedergeboren bent, ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ik leg het uit. Moeilijke zin. Hier staat het volgende. Hier staat dat God heeft gegeven aan de mensen die geloven, die wedergeboren zijn, dezelfde macht en kracht die hij gebruikte bij de opstanding van de Heer Jezus. Dat is wat hier staat. Eigenlijk moet nou iedereen hier ongeveer de stoel uitspringen van... Snap je? Dat is de bedoeling. Ik doe het opnieuw. Iedereen wie... Nee, maar dit moeten wij ons toe-eigenen. Wij moeten zijn wie wij zien wie wij zijn in Jezus. De Bijbel is er helder over. Ja? Als wij dus geloven, dan is diezelfde macht en kracht waar de Heer Jezus mee opgestaan is, wat God gebruikt heeft, dat staat hier in ons aanwezig. Ik vind het machtig. Dan staat er ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en ook aan ons dus. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is in de vervulling van hem, die alles in allen vervult. Dat is weer een moeilijke zin. Maar het komt erop neer dat in Jezus, dat is de hoogste positie. In Jezus, hoger kan niet, jongens. Hoger kan niet. Dan moet iedere macht en kracht verdwijnen. Als Jezus leven in mij zichtbaar is, het licht van Jezus schijnt in mij, dan verdrijft het de duisternis. Het is ongekend. Het is precies hetzelfde. Als jij, ja, dat is een heel goed antwoord. Als jij, ik zeg maar iets vanavond, je speelt niet meer aan de lotto, maar jij speelt bijvoorbeeld meer aan de lotto, hè? En je wint 10 miljard. En je hebt het morgen gewonnen en je hebt het overmorgen op je rekening. Maar niemand vertelt jou dat je het gewonnen hebt. Ga je dan volgende week rijk leven? Ga je een dikke Ferrari aanschaffen of andere dingen? Nee, dan ga je er niet uit leven. Maar je weet het niet, of niet? Nou, wij zijn multimiljardair geworden in Jezus Christus. En wij moeten ons dit toe-eigenen. Waar ik binnenkom, moet Satan wijken. Als ik in de autoriteit van Jezus kom, dan heeft hij geen recht. Ik vond een machtig mooi voorbeeld ooit van Zack Poonen. Ik heb de Bijbelschool ook gevolgd. En dan gaf Zack Poonen daar les. En die kwam, hij zegt, ik kom bij een kerk. En met dat ik die kerk kom inlopen, komt er een jonge kerel, 20 of zo, komt eruit lopen. En ik zie aan zijn ogen dat hij demonisch gebonden is. En iedereen natuurlijk, net zoals jullie, op het puntje van de stoel, wat gaat er nu gebeuren? En toen zegt hij, ik kwam hem tegemoet. En ik zeg tegen hem, zeg op, Jezus is Heer. En meteen begon hij te schelden, zegt hij. Jezus is geen Heer. En ik zeg, ga uit van hem. Nou, en hij loopt gewoon verder. Hij prikt zijn beurt verder. En na 3 minuten dacht iedereen, ja, hoe is dit afgelopen? Of niet? Dus iemand steekt de hand op, hoe is dit afgelopen? Ja, hoe bedoel je? Ja, bij die kerel van, dat je zei, ga weg in Jezus naam. Ja, hij was weg natuurlijk. Snap je? Oh, jongens, echt, hé.
Dit moet ons helder worden. Wie wij zijn in Jezus. Satan heeft geen macht, tenzij ik hem macht geef. Als ik in het licht wandel, daar is geen duisternis. Dan heeft hij geen... Wij moeten ons leven in het licht brengen van Jezus. Weg met de rotzooi in ons leven. Dan gaan we een ander leven leiden. Hebben mijn vrouw en ik nooit meer strijd? Onderling niet. Maar hoe we aangevallen worden in deze wereld? Ongekend. Maar willen we het leven weer ruilen? Nooit weer. En de Bijbel zegt het ook. Wanneer jij gaat staan in het koninkrijk van Jezus, ja, dan gaat de rest ook staan. Maar als jij wist wat God had voorbereid, we hebben gezien wat hij had voorbereid voor Jeremia. En jij bent hier ook niet toevallig. Dus het komt er eerst op aan. Als jij hier nog bent en je hebt je hart niet aan Jezus gegeven, word gehoorzaam aan God. En geef je hart aan Jezus. Ga straks hier niet vandaan. Niemand weet, drink maar straks nog koffie. Niemand weet als we straks koffie drinken dat je er komt. Het kan best zijn dat we de drempel niet halen, snap je? Dingen komen wel nauw. En God wil niet dat er iemand verloren gaat. Het zal toch wat zijn dat op die dag jij op die drempel staat. En dat hij zegt, je hebt het gewoon niet geloofd. Je hebt het niet geloofd. Alles was gereed. Die mafketel uit Friesenveen heb je vanavond alles nog laten vertellen. Je hebt het gewoon niet geloofd. Oh, de pijn van het hart van de Heer Jezus. Hij is met ontferming bewogen. Ik denk dat de hele hemel nu ook ademloos toekijkt. Wanneer de tijd vol is en de volheid is ingegaan, misschien wacht de hemel op jou vanavond. Snap je? Laat je niet verloren gaan. En als je hem hebt ontvangen in je leven, dan zeg Heer Jezus, maak mij volledig nieuw. Alles wat in mijn leven er niet bij hoort, schijnt door mij en brandt het eruit, Heer Jezus. En maak mij een nieuwe mens. Want ik wil leven voor u en u alleen. Alles wat wij in dit leven doen, hè. Alles wat wij hier doen, voor Jezus, dat heeft eeuwigheidswaarde. En de rest zal verbranden, zegt de Bijbel. Daar blijft niks van over. Ik zie er zo naar uit, hè. Dat ik mijn Heer ga ontmoeten. En dat hij zegt, kom binnen, trouwe dienstknecht. En ik heb hier een kroon voor jou. En die kan ik straks aan zijn voeten brengen. Omdat ik het geloof heb behouden. Dat is ook een kroon van het geloof. Dat is de eerste die we moeten pakken. Geef je hart aan Jezus. Laat je niet verloren gaan. Ren voor je leven, zeg ik soms. Vlucht naar het kruis op Golgotha. Moet je alles snappen en alles weten? Nee, geef je hart aan Jezus. Zeg, Heer Jezus, ik snap er niks van. Maar ik heb wel gezien hoe oneindig groot u bent. Hoe oneindig goed u bent. En hoe oneindig veel liefde u hebt. En dat u wilde dat ik hier was. En niet voor niks. En misschien moet niemand mij. Maar ik prijs u, Jezus. En ik dank u dat u mij wel moest. En dat u mijn vader mag zijn vanaf vandaag. Hij staat daar. Hij staat te wachten op ons. Ik ga niet verder met 2 Korinthe 5, dat wordt veel. Ga ik morgen vroeg mee verder. Ik wil afsluiten met een klein stukje de Bijbel waar altijd mijn hart weer raakt. Dat is met Jozef. Ik hoorde vanmorgen ook dat Leander een moment Jozef benoemde. Hij vluchtte weg van de vrouw die hem ter onreinheid wilde verleiden. Maar in Jesaja, of in Exodus 45, 44, 45, of Genesis, daar gaat het op een gegeven moment over Jozef. En dan zijn die broers, die komen iedere keer. Hè? Dan moeten die broers komen. En op het laatst zegt Jozef, die zegt, je moet Benjamin meenemen, mijn broertje Benjamin. Of niet? Zegt, die moet Benjamin meenemen. En het raakt mij altijd, dat gedeelte. Maar als je het leest in de Bijbel, Jozef is een beeld van de Heer Jezus. Ik weet niet of wij dat weten. Jozef is een beeld van de Heer Jezus. En op dat moment dat Benjamin naar binnen komt, dan ziet hij Benjamin, dan ziet hij zijn broertje. En dan moet hij zich vermannen en dan zegt hij, kom zo terug, dan gaat hij weg. En dan huilt hij eerst. En dan komt hij na tijd weer terug, herstelt hij zich en dan wordt er een goede maaltijd van alles en nog wat. En dan gaan ze weer heen en weer en dan komt ze weer terug. Hè. En dan komt het moment dat hij zich bekend gaat maken aan zijn broers. En dan staat er, dan stuurt hij iedereen weg en op het moment dat hij zich bekend maakt aan zijn broers... Maar ja, het eerste al is hij had met Benjamin. Dan staat er, hij maakt zich bekend, hij doet alles af. Hij zegt, ik ben het Jozef, jullie broer. En dan huilt hij zo hard, zegt de Bijbel, dat ze in het paleis verderop horen. Hoe hard hij huilt. Omdat hij zijn broertje ontmoet. Dat hij daar naar uitkijkt.
En de Jozef is een beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus staat in de hemel. Hij staat op de uitkijk naar jou vandaag, deze avond. Oh, het lijkt mij geweldig die dag dat ik hier wegga en dat ik hem ga ontmoeten. En dat hij met armen open staat en zegt, kom binnen Richard. Je bent mijn broertje. Ik zie naar jou uit. Deze Jezus staat op jou te wachten. Geef je hart vandaag aan Jezus. Hij is geen slechte God. Hij is geen boeman. Hij is geen God die met een honkbalknuppel staat te wachten omdat jij iets niet goed hebt gedaan. Hij is die God die gekomen heeft, zijn leven gegeven heeft. Jouw zonde op zichzelf hebt kapot geslaan aan het kruis. Zichzelf verlaten heeft. En terug is gegaan naar de hemel. Hij heeft de prijs van jouw leven betaald. Hij staat op de uitkijk. Ontvang deze Jezus. Als we deze Jezus toelaten, worden we nieuw geboren. Dan zijn we een nieuwe schepping. Dit is een korte samenvatting. En dan zijn we met hem geplaatst in de hemelse gewesten. Boven alle macht en kracht. We zijn multimiljardair geworden in Jezus. En als wij dit pakken in ons leven, dan gaan we overwinning maken op zonde. Dan gaan we leven uit onze nieuwe identiteit. Paulus zegt, ikzelf wat ik niet wil, dat doe ik juist. En andersom, we kennen die tekst allemaal, noem maar op. Dat klopt ook. Dat kennen wij allemaal in ons leven. Maar als Jezus brandt in jouw hart en leeft in jouw leven, en jij leeft dagelijks met Jezus, dan wordt overwinning op zonde haalbaar. Dan wordt het makkelijk. Of makkelijk, dan gaat het in ieder geval lukken. En het is precies hetzelfde. Ik had het altijd met bamischijven, zeg maar. Ik wil dus graag een bamischijf. En ik wist ook een tentje waar ze hele lekker aan hadden. En altijd als ik die kant op in het land ging, dan dacht ik al 2 dagen van de voordeur, over 2 dagen kom ik daar in de buurt, dan moet ik een bamischijf halen. Maar jullie zien hoe ik eruit zie, dat is niet goed voor mij. Dus dan begon ik ook al meteen te denken, ik doe het niet, ik doe het niet. En dan kreeg ik zo'n strijd, hè, 2 dagen lang. En de heenweg hield ik het vol en de terugweg ging ik alsnog af en dan ging ik fout. Ja. Dit is als wij vanuit ons vlees tegen zonde strijden. Het gaat je niet lukken. Misschien ben je supersterk, hou je het een week vol. Maar het gaat weer mis. Maar als wij gaan zien wie Jezus is, wie in ons leeft, en welke kracht en macht hij is, en dat ik een nieuwe schepping ben geworden. Paulus zegt gewoon als hij gezonder heeft, dan zegt hij, dat was ik niet, dat was mijn oude ik, maar die is al dood. Maar ik leef verder in genade. Klaagliederen 3. Dat is de laatste tekst die ik doe. Klaagliederen 3. Geweldige tekst. Staat volgens mij voor Ezechiël. Ja, voor Ezechiël. Vers 22 en 23. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. Amen of niet. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Ik doe het opnieuw. Het is de goede tierenheid van de Heere dat wij niet omgekomen zijn. En dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Dus hier staat. Het is zijn goede tierenheid over ons leven. Dat zijn barmhartigheid en genade, zeg maar. Niet opgehouden is. En dan staat er achteraan. Nieuw zijn ze, zijn genade en barmhartigheid. Elke morgen, groot is uw trouw. Dus God die kent ons, die weet, jij zelf redt het niet. Maar daarom heb ik jou mijn genade en barmhartigheid gegeven. Hij wist al lang dat er morgen waarschijnlijk weer iets misgaat in jouw leven. En daarom staat daar, het is zijn goede tierenheid over jou, dat hij je barmhartigheid en genade heeft gegeven. Ik heb dit toegeëigend. Durf te leven uit de genade van God. Laat je niet onder de veroordeling kwellen als er wat misgaat. Maar dank hem en prijs hem. Vraag om vergeving. Breng het in het licht. Zijn bloed reinigt ons direct, zegt de Bijbel. Dat moeten we doen. Direct in het licht brengen. Zijn bloed reinigt ons van alles. En dan laten wij het los. Want hij zegt, leef uit mijn genade. En dan staat er dus, nieuw zijn ze, genade en barmhartigheid. Elke morgen, groot is uw trouw. Oneindig trouw, altijd. Om uit te leven. Als we werkelijk willen leven, werkelijk willen vrij zijn. Jezus de weg, in zijn waarheid gaan leven. Jezus de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg om in de hemel te komen. Als we in zijn waarheid gaan leven, dan gaan we leven.
gaan we vrij worden. Stop ermee. Ja, ik wil met ons gaan bidden. Ik geef denk ik een momentje stilte in het gebed. We gaan gewoon zien. Als jij iets met de Heer te bepraten hebt, zeg maar. Hè, je hoeft niet alles in het licht te brengen, maar je kunt wel zeggen, Heer Jezus, met u wil ik leven. Met u wil ik leven. U bent mijn Heer. Ja? Doe het dan. Vergeet het niet. Vader in de hemel. Heer, wat bent u een machtige God. Wat bent u een goede God. Heer, wat bent u oneindig groot, Heer Jezus. En u hebt laten zien, dwars door uw woord in, Heer, hoe groot uw beloftes, uw trouw en uw genade is, Heer Jezus. En hoe groot uw liefde is, Heer, dat u niet wilt dat er ook maar iemand verloren gaat. En Vader, wij komen hier bijeen. En we zijn hier bijeen, Heer Jezus. Ten eerste om uw naam te verheerlijken, Heer Jezus. Maar we hebben vanmorgen, of vanavond gezegd, vlak voordat ik hier begon, zeg maar, Heer, heb ik verteld dat we hier niet kwamen om de boel te entertainen of iets anders, maar omdat wij geloven dat u een plan hebt met een ieder van ons. En Heer Jezus, zo wil ik iedereen die hier is, persoonlijk voor uw troon brengen, Heer. En Heer, ik wil bidden dat u met hen praat, met hen spreekt, Heer Jezus. En dat u laat zien wie u bent. Misschien in hun diepe nood, Heer, dat ze niet hun hart nog aan u hebben gegeven, Heer. Vader, dan wil ik bidden, Heer, dat zij die keus vandaag maken. En ik wil ook Satan, ik bestraf jou in de machtige naam van Jezus. Iedere geest die hier verbiedt om iemand in de Heer Jezus te geloven, die bind ik in de naam van Jezus. En die breng ik onder het beheer van Koning Jezus. En iedere religieuze geest, wie in het denken komt, wie ons verduistert, of vermixt of verward, die bind ik in de naam van Jezus, zodat het onder het beheer van Koning Jezus komt. En Heer Jezus, ik wil iedere leugengeest die hier is, en iedere verslaving die hier is, die bind ik in de naam van Jezus. En Heer, ik breng het onder uw beheer, zodat ze geen macht over deze mensen hebben. En Heer Jezus, wil ik bidden, Heer, dat u hun vrijzet. En ik wil ze ook vrijzetten in uw machtige naam, Heer. Dat zij u kunnen ontvangen in hun leven. Misschien vandaag voor het eerst, Heer Jezus, een ontmoeting met u, de levende God, te hebben. Vader, zo wil ik bidden dat deze avond een avond zal zijn met eeuwigheidswaarde. Heer, dat dit een avond zal zijn van velen zullen uitgaan na dit weekend, Heer. En zullen leven voor u, Koning Jezus, alleen. Heer Jezus, ik bid dat u ons brandend maakt voor u. Geef ons een brandend hart voor u, Koning Jezus. Laat zien wie u werkelijk bent, Heer Jezus. Laat ons zien, Heer Jezus, dat u een goede God bent. En u niet wilt dat er ook maar iemand verloren gaat. En Vader, zo wil ik bidden, Heer, voor een opwekking voor dit gebied. Voor het gebied waar ik vandaan kom. Heer, voor het gebied waar een ieder vandaan komt, Heer Jezus. En we willen ook, Heer Jezus, gewoon de grond claimen. We willen proclameren, Heer, dat de grond Nederland van u is, Heer. We willen onze regering voor uw troon brengen, Heer Jezus. Dat alles zal gaan zoals u het wilt. Dat er een complete opwekking zal komen, Heer. Dat velen op de knieën zullen komen. Dat op iedere hoek van de straat uw naam wordt groot gemaakt, Heer. En Heer, zoals Leander vanmorgen ook zei, Heer Jezus, ons denken zal nooit groter worden, of ons geloof zal nooit groter worden dan ons denken is, Heer. Geef ons een groot geloof, Heer Jezus. Geef ons visioenen, Heer. Laat ons zien wat u van plan bent, wat u wilt, Heer Jezus. We willen bidden voor opwekking, voor herleving, Heer. En dat velen gered zullen worden. Kom, Heer Jezus, met uw geest. Heer, ik wil ook bidden voor genezing, Heer. Voor wonderen en tekenen, Heer. Waar u zegt, waar we in uw wil zijn, in uw wil doen, dan zal dat gebeuren. En Vader, wil ik bidden, als hier jongeren zijn, dat u ze vrijzet. Als jongeren hier ergens mee gebonden zijn, met wat voor verslaving, wat voor binding ook, Heer Jezus. U weet alles, u kent alles. Ik zeg jou, Satan, ga uit en ga weg van hier. Je hebt geen recht hier zo. En Heer Jezus, kom met uw geest. Kom in de littekens van de jongeren. Kom in de harten van de mensen wie hier zijn, Heer. Als dat pijn is, als er verdriet is, Heer. Door wat dan ook, Heer. Kom in de littekens, Heer. En genees het. Maak alles nieuw, Heer. Dat mensen kiezen om voor u te leven. Nu wil ik ook een moment stil te geven. Praat zelf met de Heer Jezus. Nodig hem uit in je leven als het nog niet gebeurd is. Vader, zo willen wij u loven en prijzen, Heer Jezus.
alle eer aan u, naam boven alle namen. Glorie voor het lam. We prijzen u, Jezus, dat u de prijs betaald hebt. Dat wij vrij zijn, Heer. Dat wij kinderen van u zijn, van de hoogste Heer. En we danken u, Jezus, dat de hele hemel achter ons staat. Omdat wij met u zijn. Heer, laat ons zien wie wij zijn in u. In Jezus' naam. Amen.